Mensen in vitale beroepen die dan toch de trein moeten pakken, Lisette, die moeten dat natuurlijk uiteraard wel veilig kunnen doen. Ja, en om die 1,5 meter in het openbaar vervoer te kunnen waarborgen, komt de NS vanaf vandaag met nieuwe maatregelen, extra maatregelen zou ik moeten zeggen. Ik praat er even over met woordvoerder van de NS, Inge Reigersberg. Goedemorgen mevrouw Reigersberg, wat houden die nieuwe maatregelen precies in? Vanaf vandaag rijdt NS meer intercities. Sinds 21 maart hebben we de basisdienstregeling. Dat waren voor een groot deel sprinters en een aantal intercities. En vanaf vandaag komen daar meer intercities bij. Is dat het enige of gaan we ook in de treinen dingen merken? In de trein nemen wij uiteraard ook maatregelen om reizigers de kans te bieden om in ieder geval op een goede manier die 1,5 meter afstand ook te kunnen houden. Dat is ook een van de redenen waarom we meer intercities inzetten. We vragen reizigers nog steeds, ga niet op reis als het niet echt noodzakelijk is. Maar door ook meer treinen in te zetten is het ook makkelijker om die afstand te houden, ook in de trein zelf. Ja, bedankt voor de toelichting, mevrouw Reigersberg. Ja, en ik begreep dat er ook wordt gesproken over schotten tussendoor en misschien inrichtingsverkeer. Ja, is er verder nog iets te bedenken om dat voor elkaar te krijgen? Het is heel lastig. En moet je je voorstellen dat straks de universiteiten open zouden gaan en de hogescholen en dergelijke, dat je echt die bulk reizigers weer krijgt. Dat kan iedereen doorrekenen nu. Daar is gewoon een conventionele trein eigenlijk niet op toegerust. Want je hebt gewoon veel en veel minder plekken. Dus zal je met een soort reserveringssysteem of iets dergelijks kunnen gaan werken. Wat ze bijvoorbeeld in de trein in Duitsland, daar is dat heel normaal, dat je van voren een stoelnummer moet reserveren als je lange afstand ritten maakt. Maar wat ook zou kunnen, is al eerder eens over gesproken, om onderwijs, scholen, universiteiten, hbo later te laten beginnen, zodat je spreidt over de dag. Ja. Dat was toen onbespreekbaar. Maar ja, in deze tijden moeten dingen die ooit onbespreekbaar waren, bespreekbaar worden. En we moeten ons ook realiseren dat het gaat niet alleen over 1,5 meter afstand. Hè. We zijn er heel digitaal in met elkaar. Het gaat ook over persoonlijke hygiëne, handen wassen, in je elleboog niezen en hoesten. En als je nies en hoest en koorts hebt, dan blijf je thuis. Ja. En het beschermen van kwetsbare groepen. Dat is de combinatie van maatregelen die we met elkaar moeten nemen. Nou wordt er wel ook gezegd, hè, als we dan zo'n reserveringsapp gaan gebruiken, dan kun je dus plaatsje reserveren. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die dan op bezoek willen bij familie of die aan het werk moeten. Wie is er uiteindelijk degene die gaat beslissen wie dan voorrang krijgt? Ja, dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk gaat de NS natuurlijk over de treinen. Maar hier gaat het ook over hoe gaan we dit nou op een intelligente manier met elkaar doen. Ik heb jaren in het openbaar vervoer gezeten. En 's ochtends is het daar heel druk. Maar ik neem ik toch heb aan nooit dat begrepen dat als je dan op familiebezoek gaat, dat je dat dan midden op dat in moment de doet. Ja, maar los daarvan. Ga even wat later. Dan zit mensen houden van gezelligheid. Ja. Maar ik neem aan dat het kabinet toch eerder beslist wie er voorrang krijgt dan een NS. Ja, maar laten we voorkomen dat we in die situatie terechtkomen. Laten we hier verstandig met elkaar over omgaan. We hebben daar laten zien dat we dat kunnen. En dat moeten we met elkaar voortzetten. Beetje zelf ook na blijven denken.